het kader van de Midzomergrachtweek heeft Stichting PAN een ballonnenrecordpoging op touw gezet. En we gaan zometeen het record hopelijk verbreken. En hoeveel ballonnen moeten er opgeblazen worden? Ja, 500. En daar hebben we 1 minuut de tijd voor. Dus we willen zoveel mogelijk mensen hier achter ons in het vak hebben staan. Zodat we een minuut lang zoveel mogelijk ballonnen kunnen opblazen. En dan hebben we hopelijk het record verbroken. En hoe gaan jullie dat tellen? Want zo direct zweven al die ballonnen door de lucht. Ja, klopt. Het waait ook aardig, dus daar moeten we voor oppassen. Maar het is allemaal gelinkt met het Guinness Book of Records. En die hebben allemaal aparte voorschriften om een recordpoging geldig te laten zijn. Dat betekent onder andere dat de supervisors moeten zijn, dat de onafhankelijke ooggetuigen moeten zijn. En die zijn er nu ook al allemaal. Die mensen helpen allemaal mee om alles in goede banen te leiden. Waaronder inderdaad ook het vasthouden van alle ballonnen in bepaalde vakken. Kom op, zorg dat ze erin komen. Oh ja hoor, dit gaat goed, dit gaat goed. Kom op, pak goed, blazen, blazen, alsof je leven er van hebt, man. Oh, we zijn goed, erin. Ja, dit komt goed, kom op jongens, kom op, daar gaan we. Ik word hier enthousiast van, kom op jongens, blazen, blazen.